Nederland heeft te maken met een flinke toestroom aan vluchtelingen uit verschillende delen van de wereld. Mensen die onder de meest vreselijke omstandigheden hun huis moesten verlaten. Als college van burgemeester-wethouder is het onze maatschappelijke plicht om te helpen waar we kunnen. En daarom heeft het college van BMW besloten om tijdelijk 50 asielzoekers op te vangen. Aldus burgemeester Leurs. Deze 50 asielzoekers die worden van woensdag 13 juli tot en met zaterdag 1 oktober 2022 tijdelijk opgevangen in het voormalige zalencentrum Vivaldi achter het gemeentehuis. Hiervoor verhuizen team Wijkbeheer en Stichting Verrassingsdag tijdelijk naar een alternatieve locatie. Overdag zijn er medewerkers van de gemeente en de veiligheidsregio aanwezig. En ook in de nacht is er begeleiding. PEX Dakbedekkingen gaat in opdracht van Wonen Limburg diverse daken renoveren. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in een aantal straten in Urmond. Tijdens de uitvoering worden de straten afgesloten ter hoogte van de te renoveren daken. Het gaat onder andere om de volgende straten: de Dr. Ariensstraat, Ruis de Berenbroeklaan, Thorbeckestraat en de Dr. Kuiperstraat. Vanaf 5 juli staat de nieuwe sportcontrainer van de gemeente Stijn in het Molenpark in Urmond. Je vindt hem tegenover tennisvereniging LTC Urmond aan de Swentyboltlaan 29. Hier zal de trainer ongeveer 3 maanden blijven staan. In de tussentijd gaat men op zoek naar een andere geschikte plek met de hulp van inwoners, clubs en verenigingen. En zo hoopt de trainer van de ene naar de andere buurt te verhuizen, zodat iedereen deze kan ontdekken. De sportcontrainer is een container die is omgebouwd tot mobiele sportopstelling. En deze biedt eindeloos veel mogelijkheden om te bewegen en te trainen. Professionele beweegaanbieders die komende periode gratis lessen aanbieden. Houd www.gemeentestijn.nl in de gaten voor het lesaanbod en voor video's met oefeningen. De nieuwbouwwijk Brabant-Noord krijgt een nieuwe naam: Lindehagen. Met een naam die zijn oorsprong vindt in de landschappelijke kenmerken van de wijk, wordt een stap gezet richting de realisatie van een bijzonder groene woonomgeving. Samen met projectontwikkelaar JPO uit Landgraaf is men aan het werken aan de ontwikkeling van 50 nieuwe woningen in Urmond. In Lindehagen worden deze woningen in een groene setting ontwikkeld. Een mix van 15 starterswoningen, 8 ruime 2 onder 1 kap woningen, 11 moderne vrijstaande woningen en 16 unieke schuurwoningen. Heeft u interesse? Zorg dat je ingeschreven bent voor de nieuwsbrief, zodat je niks mist van de ontwikkelingen. Inschrijven kan via onderstaande link www.lindehagen.nl. In opdracht van de gemeente Stijn start Wegenbouw Curvers met groot onderhoud aan de Driekuilenstraat in Elslo. De asfaltdeklaag en die stoepen die zullen worden vervangen en dat gaat dan allemaal om het wegvak tussen de Wijngaardstraat en de Burgemeester Manenstraat. Die werkzaamheden die zijn gestart van woensdag 6 juli en die zullen nog wel zo'n 2 weken in beslag nemen, maar de einddatum is natuurlijk niet vast te stellen. Denk maar eens aan de onverwachte weersomstandigheden enzovoorts. Daar komt meestal wel wat bij. In principe wordt er gewerkt op werkdagen tussen 8:30 en 5:30. En gedurende deze werkzaamheden is de rijbaan helaas natuurlijk niet bereikbaar. Ook de gemeente Stijn moet de afvalheffing komend jaar fors verhogen. En dat vanwege de stijgende verwerkingskosten. Om die kosten te drukken sluiten op termijn mogelijk enkele milieuparken. En daarnaast gaat het tarief voor GFT omlaag. De drie gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stijn
willen de hoeveelheid restafval verlagen naar 30 kilo per huishouden per jaar in 2030. En die verlaging, dat is heel wat, want op dit moment ligt dat gemiddelde op zo'n 150 kilo. Dus er is nogal wat werk te doen. Nou, een van de maatregelen is het stapsgewijs verlagen van het tarief voor groente, fruit en tuinafval, GFT. Het ineens verlagen, dat kon helaas niet. En zelfs gratis maken, wat sommige mensen wilden, dat kon ook niet, want dat was toch een beetje te duur. Dus met stapjes omlaag. De regiogemeenten willen in de toekomst PMD, de kunststofzakken zeg maar, vaker ophalen en restafval net minder vaak. En er komt nog een proef met gescheiden inzamelen van GFT bij hoogbouw.